alleen over. Wij doen dat met ons hele team van havenzorging van het ROC van Twente. Maar ja, ik sta wel al jaren hier deze wedstrijd te presenteren. En ik zit al jaren in het organisatieteam. Ja, want het is gewoon een heel leuke happening die elk jaar terugkomt. En nou, die wij belangrijk vinden voor onze studenten. Dus vandaar. Ja, we hebben de afgelopen jaren hebben we het steeds gekker zien worden. Van veel veren naar, of weinig veren naar veel veren. Van een kleine takkenbos naar een grote takkenbos. Van een groot of een klein draadsysteem naar een groot draadsysteem. En nu hebben we gezegd, we gaan weer terug naar wat we graag willen. Mooi kapwerk, mooi haarwerk. Dat je mooi kamt en een mooie vlechttechniek laat zien. Of een mooie slaglegtechniek laat zien. We wilden echt weer terug naar de basis, dus back to basic, hebben we dit jaar genoemd. Hoeveel studenten doen hier aan mee? Oei, dat zijn er nogal wat. Ik denk zeker een 300. Het zijn er aardig wat. Studenten zijn en model en studenten zijn kapster. Dus ze werken ook op elkaar. Het zijn ook teamopdrachten. Niet alleen. Voor de bolstudenten die de dagopleiding doen, werken ze op elkaar. En de studenten die dus een baan hebben en in het bedrijfsleven werken en maar één dag in de week naar school gaan, die werken op een model. Dus dat zijn een beetje verschillende opdrachten.